Net een CEO aan tafel en hier twee poppenspelers. Koen Iking en Jacqueline Goedmakers. Ja. Woezel en Pip. Klopt, ja. Yes. Waar zijn de poppen? Ja, de poppen die liggen in de vrachtwagen waar wij de laatste voorstelling nog niet mee gespeeld hadden. Die zitten daar nog ingepakt in de hoop dat we weer onderweg konden snel. Dus die zijn daar en daar konden we helaas niet bij. Jullie konden niet bij de vrachtwagen? Nee, we konden, ze lagen ergens, ja, het is een beetje technisch fout, ze lagen ergens achterin, helemaal ver weg, lekker te slapen. En dus we dachten, we komen hier samen, want we hebben genoeg te vertellen over Woezel en Pip en over theater en zeker over kindertheater. Dus je moet het met ons doen, helaas. Ik ben helemaal tevreden hoor, ja. Met jullie. Ja. Jullie zijn samen Woezel en Pip. Yes. Ja. Ja. Mm-hmm. Zijn jullie ook allebei echt een beetje Woezel en Pip als jullie met die poppen spelen? Nou, ondertussen wel, hè. Want we zaten net even te denken van wanneer zijn we ook alweer begonnen met Woezel en Pip. En dat is dus in 2009 hadden wij de première van de eerste Woezel en Pip show. En dus al 11 jaar dan, 10 jaar. 5 voorstellingen ondertussen, 5 verschillende voorstellingen. En kunnen jullie Woezel en Pip spelen hier aan tafel? Gewoon zonder poppen, maar zonder dat wij heel even weten hoe ze klinken. Nee? Hoe ze klinken? Oh, dat kan wel. Nou, het is niet heel anders dan mezelf. Dan zeg ik gewoon, hey Woezel, kom je? Ja, ik kom zeker. Wat is het hier gezellig, jongen. Wat is het hier groot in deze studio. Oh, kom, we gaan snel naar Tante Perenboom. Doei! Oh ja, dat is leuk. Nou, Tante Perenboom, wie is daar? Ja, wie is Tante Perenboom? Even kijken of ze... Nee, ik zie haar niet. Ja, Tante Perenboom, dat is eigenlijk een pratende perenboom. Dat is een beetje de oma van de tovertuin waar Woezel en Pip wonen. En Tante Perenboom, dat is onze lieve tante, onze lieve oma. Ja. Hoe komen jullie tot jullie verhalen? Er zijn oorspronkelijk boekjes geschreven door Guusje Nederhorst. Ja. En dat is, vervolgens is dat merk doorontwikkeld. Zijn er meer verhalen geschreven. Doen we samen met Dromenjager en Van Hoorne Entertainment. Die produceert de voorstellingen. En zo worden er ieder jaar weer nieuwe scripts gemaakt. Oké, jullie maken niet jullie eigen verhaal? Nee, we maken niet ons eigen verhaal. Maar ondertussen kennen we die characters wel zo goed dat er veel input bij ons vandaan komt. Ja, want dan gaan jullie zeggen, nou volgens mij is dit niet Pip-like of Woezel-like. Ja, er ligt eigenlijk dan een script en dat is dan meestal gebaseerd op in het begin nog echt verschillende boekjes. En er werd dan één verhaal van gemaakt. Maar al gaandeweg, zeker met poppentheater, is het heel erg dat je tijdens het maken van de voorstelling inderdaad nog ontzettend veel verandert. En inderdaad af en toe zegt van, hey, maar zo zou Pip dat niet zeggen of zo zou Pip dat niet doen of Woezel. En dan pas je nog heel erg veel aan, ja. Nou ben ik met mijn kinderen heel veel naar poppentheaters gegaan in Amsterdam. Gewoon een uitje. Ja. Leuk. Jullie ook als kind? Ja, zeker. Ja, ook als kind ben ik wel naar theater geweest. Nee, jij niet, Jacqueline? Nee, erger. Ik heb zelf dus niet echt herinneringen als kind aan poppentheater. Nee. Oké, jij wel? Nee. Ja, ik kan me wel herinneren dat ik naar poppentheater... Maar dat was dan meer poppenkastachtig dan wat je hier achter ziet met beelden van de show waarin... Want wat is het anders daaraan? Nou, wij zijn zichtbaar. Ja, dus de mimiek die wij uitdrukken, die neem je als toeschouwer mee samen met de pop. Jullie staan naast je pop. Ja, ja, precies. Jullie staan ook op het podium. Ja, ja wij zijn heel duidelijk zichtbaar, want we zitten er echt gewoon helemaal naast. Maar als we het goed doen... Dan zeggen de kinderen na een uur, zaten er ook mensen naast? Ja. Dat is wel echt de insteek. Oh, vooral, fantastisch. De ouders kijken vaak, dat hoor je later terug, van die kijken vaak toch ook naar ons en naar hoe we het doen. En naar het trucje, zeg maar. Ja. Maar de kinderen die zeggen, als we dan de foyer inlopen en ze zeggen, kijk, die mevrouw die speelde Pip. Hebben de kinderen geen idee. Oh nee? Nee, die hebben echt geen idee. De fantasie, hè? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En het leuke is dat die verhalen dus op boekjes en op afleveringen zijn gebaseerd. En dat we in het theater de kans krijgen om dat echt tot leven te brengen. En echt een uur lang die kids mee te nemen in die wereld van die ze kennen uit de boekjes. Want hebben ze een boodschap, Woezel en Pip, voor de jeugd? Nou, de boodschap van Woezel en Pip is wel dat iedereen er mag zijn. En dat je met iedereen vriendjes kan zijn. Toevallig ging de laatste voorstelling over dat we heel erg blij moeten zijn met het nu en niet bezig moeten zijn met de toekomst en met het verleden. En dat het beter moet zijn in de toekomst, dat het beter was in het verleden, maar dat we het nu moeten waarderen en elkaar moeten omhelzen en daarvan genieten. En toen kwam corona en toen kon dat even niet meer. Nee, even niet meer. Toen kwam er een abrupt eind aan onze theatertour. Nou ja, en daarom zitten we hier ook. Ik bedoel, cultuur in actie. Ja. Wat betekent dat voor jullie, die coronacrisis?
Ja, voor mij persoonlijk dat inderdaad er een abrupt einde kwam aan onze theatertour. Nou liepen wij toevallig met Woezel en Pip al een beetje tegen ons eind. Dus we hadden nog maar een paar voorstellingen staan, maar we vallen onder Van Hoornen. En die hebben hoeveel kindertheaterproducties hadden ze lopen? Ja, ik werk voor jouw idee. Ik werk bij Van Hoornen Entertainment, grote theaterproducent. En wij produceren 4 à 5 theatervoorstellingen per jaar, waarbij Woezel en Pip de eentje is. En die liep al een beetje op zijn eind. Dus dat viel mee, maar voor die andere producties was het heel heftig dat we die start misten. Dus ik ben nu voornamelijk bezig om te zorgen dat we weer snel kindertheater mogen gaan brengen. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat zeker voor wat jongere kinderen er meer mogelijkheden zijn om op te treden. Ja, want Koen is inderdaad ook creatief directeur bij Van Hoornen ondertussen. En jij was vandaag... Ik ben vandaag de hele dag bezig geweest met een protocol wat daarop inspeelt om te zorgen dat die nieuwe theaterregels in de 1,5 meter samenleving, waarin volwassenen die niet uit één huishouden komen, dat daar 1,5 meter tussen moet zitten, dat we die plekken daartussen wel kunnen vullen met kinderen. En dat mag ook? Dat mag nog niet. Alleen daar hebben wij nu een protocol voor geschreven, wat bijna alle jeugdtheaterproducenten ook mee ondertekenen. En een hoop theaters, want die willen dat natuurlijk ook heel graag. Dat zou betekenen dat we al veel sneller de capaciteit kunnen verhogen voor die voorstelling van wat er in de zaal kan aan publiek. En daarmee gewoon weer shows kunnen gaan maken. Die ook en dat wordt gedragen door de hele poppenbranche? Nou, eigenlijk door de hele jeugdtheaterbranche. Ja, ja. Het zou natuurlijk enorm schelen. Maar hoe reëel is dat? Ik bedoel, daar moet je mee naar de overheid, neem ik aan. Langs het RIVM of langs de minister? We hebben dit geschreven in opdracht van de minister. Hebben gezegd, denk zelf eens even na. Ja, die hebben ons expliciet benaderd om dat te gaan schrijven. Dus dat hebben we gedaan. Dus dat gaat terug naar de minister. En die zorgt dat het bij de juiste mensen daar terechtkomt die dat kunnen goedkeuren. Ja, en je ziet er hoopvol uit. Ja, absoluut. Ja, zeker met de berichtgeving net nog van onze minister-president. Die ook nog eens zei dat kinderen toch echt een hele kleine kans hebben om het te krijgen en het over te dragen. Dus ik geloof heel erg dat daar mogelijkheden zijn. En zeker een theater zijn heel welwillend. Producenten zijn welwillend om daarin mee te denken. En het zou voor de economie, voor de hele culturele economische sector heel goed zijn als we gewoon weer aan de gang kunnen. En zeker. Dat is fijn om gewoon positief te eindigen. Ja. Met een soort hoop en richting. En dat het eruit ziet dat dat wellicht snel weer gaat gebeuren. Ja. Dat jullie je weer gaan verliezen. En die kinderen vooal in Woezel en Pip. Ja, laten we het hopen dat hoeveel het mensen kan. Komen erbij? We hebben even zitten rekenen, want we hebben dus een productie die waar nog 2 shows van waren, die gecanceld is. Maar we hebben ook een nieuwe productie die we komend seizoen zouden spelen, maar die we naar voren moeten schuiven vanwege het coronavirus. Dus we kwamen op 45 in totaal. Ja, jullie hebben echt je best gedaan om dat heel gewetensvol op te... Zeker. Zeker. Zo klinkt het. Ja. 45 erbij. Dat... Dat is mooi. 45. Yes. En hier natuurlijk de band. Hè? Ja. Jullie weten wat jullie te doen staat. Mm-hmm. Graag jullie handtekening. Gaan we doen. Dank jullie wel. Koen Iering en Jacqueline Goedmakers. Ik heb de indruk dat de rechterhoek populairder is dan de linkerhoek. Ik ben links, dus dan ga ik ook naar links. Daar is nog best veel ruimte. Ik heb een lange naam. Heel fijn. Yes. Dank jullie wel, Woezel en Pip. Graag gedaan. Zet hem op. Cultuur in actie.